Stichting Carnaval Reuzel blikte in het weekend van 10 en 11 december terug op 22 jaar carnaval. Tweemaal het zotte getal. Reden voor een feestje, inclusief receptie en een tentoonstelling over al die jaren. Goedemiddag kijkers, we staan hier bij de tentoonstelling van Stichting Carnaval Reuzel. Die bestaan 22 jaar. En we gaan eens een praatje maken met de huidige voorzitter, Karel van den Borne. Karel, dan vertel het maar eens. Hoe is het in 1991 allemaal begonnen en hoe hebben we de 22 jaar doorstaan? Nou ja, in 1991 begonnen. Feitelijk zat er natuurlijk al een carnavalsvereniging voor, dat de Stichting Carnaval ontstond. En dat waren natuurlijk de feestneuzen. De feestneuzen die hebben heel veel goede jaren hebben ze gehad. En uiteindelijk, na toch wat mindere jaren, zijn ze in 1988 eigenlijk ontbonden, zijn ze daarmee gestopt. En toen viel eigenlijk carnaval een beetje in een zwart gat. Er was geen optocht meer, geen kindercarnaval, er was feitelijk eigenlijk helemaal niks meer wat georganiseerd werd. Waarbij eigenlijk in 1990 toch wel een aantal mensen die dat toch wel heel erg spijtig vonden, dat was met name de familie van Loon, ook Peter en José van Loon en Henk Straatman, zich eigenlijk daarvoor opgeworpen om toch carnaval eigenlijk weer leven in te blazen. Maar vervolgens eigenlijk in 1991 een alternatieve optocht is georganiseerd. Dat was eigenlijk feitelijk het begin weer van de stichting. Daar werd de stichting weer een beetje geboren. Nou, na een geweldig goed jaar daarmee gehad te hebben, hebben ze uiteindelijk in 1991 weer een heuse raad van 11 gehad. Waarbij Leon Vergompel van de autogarage, prins Leon de Eerste, als eerste eigenlijk onder de vlag van de stichting de scepter mocht gaan zwaaien, zijn ze eigenlijk weer begonnen. Nou, daar hebben ze ook naar Raad van Elf daar natuurlijk bij moeten gaan zoeken. Waar ook dus familie Verloon en Engste Raad maar weer een groot deel van hebben uitgemaakt. Nou, en toen is eigenlijk de carnaval weer begonnen. Met Leon, die feitelijk alleen maar op de zondag de scepter mocht zwaaien. Dat was nog maar in een dag. En door de jaren heen is natuurlijk een heel hoop veranderd. Meer activiteiten geworden, werkgroepen erbij of hoe moet je dat zien? We moesten ook nog natuurlijk een andere naam verzinnen. Kijk, voorheen bij de feestneuzen was Reuzel omgedoopt tijdens carnaval als Verkensgat. En dat is iets, dat moest veranderd worden, moest nu een nieuwe naam komen. En uiteindelijk is daar een nieuwe naam verzonnen. Boerenchef, chef Jansen was dat destijds. Die had eigenlijk de naam Narendonk verzonnen. En Narendonk is ontstaan, ik weet niet of je het weet. Maar Reuzel ligt aan de weg na Arendonk. En als je na Arendonk bij elkaar voegt, wat heb je dan? Ja. Narendonk. Ja. Het jaar 1992, onder het prinsenschap van Frank Rovers, Prins Frank de Eerste, is de carnaval iets meer volwassenen geworden. Zijn er uiteindelijk ook een aantal mensen opgestaan die eigenlijk als werkgroep kindercarnaval ging fungeren. En ze doen ook voor de kinderen ook meer carnaval te laten blijven. Irma Huibrechts, die was dan eigenlijk de eerste verkozene oppenaar. En als we nu 22 jaar verder gaan kijken, dan hebben we nu feitelijk onze 20ste oppenaar dit jaar daarbij. Nou, we hebben daar inderdaad, zoals gevoegd, een aantal werkgroepen. Waaronder het werkgroep 55 plus, het werkgroep Narrenfestijn, die feitelijk onze prinsbekendmaking doet. De werkgroep Optocht, Narrenparade heet het nu. Dus er zijn nog veel meer werkgroepen waarbij we ook dus de kindercarnaval uiteraard niet mogen vergeten. Ik zie hier ook verschillende vlaggen hangen van andere verenigingen. Wat hebben die ermee te maken? Ik zeg eigenlijk altijd maar, de Stichting Carnaval Reuzel organiseert de carnaval in Reuzel. Dus de optochten, heel de festiviteiten eromheen, alleen een stichting alleen is niks. Daar werd ik een hele hoop mensen voor nodig. Waarbij wij in Reuzel gigantisch trots en blij mogen zijn op iedereen die in de optocht altijd meedoet. Waaronder dus een aantal grote jongerenverenigingen inderdaad. Die dus wagens bouwt. Kijk maar naar de Mauwers, Krekel Groot, Brouwschilden. En ook het Lage Mierde, de Rampenstampers. Die al jaren eigenlijk bij ons met grote wagens meerijden. Dan vind ik ook, dan moeten we de rest niet teniet doen aan alle loopgroepen. De solo's, de duo's, wat er ook meer. Perfect, en dat willen we graag natuurlijk zo voortzetten en elk jaar grootste mogen laten worden. En zonder die wagenbouwers ben je ook nergens. Dan zien we naar de Kempenoptocht, waarbij we als Narendonk tijdens de carnaval toch heel erg trots mogen zijn. Dat die wagens ook altijd in de, ja, de voorste gelederen voor de prijzen eigenlijk meerijden. Dus dan zijn we in Narendonk feitelijk, ja, vreselijk bevoorrecht dat we die groepen mogen hebben. Afgelopen zaterdag hebben we dus een leuk feestje gehad waarbij we dus alle mensen hebben uitgenodigd die ooit ook in die 22 jaar iets met carnaval te maken gehad hebben in de vorm van een optocht, meelopen en dergelijke. Kortom, we hebben eigenlijk een geweldig, leuk en een druk weekend gehad waar eigenlijk achteraf gezien veel te snel is gegaan. En over 11 jaar staan we hier weer? Over 11 jaar staan we hier weer. Zeker weten? Zeker weten. Veel succes de komende jaren in ieder geval. En,
Bedankt.